Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. De kindjes hebben vanochtend een beetje uitgeslapen. Jordi was wel weer op tijd wakker, maar daar hebben we de luien verschoond en hij is weer verder gaan slapen. Dus dat is top. En daarna hebben ze een fles gekregen. Ik ga zo'n fruitje maken. En ik ben ondertussen bezig met spulletjes voor de kindjes klaar te maken. Want de kindjes gaan een weekendje naar mijn ouders toe. En ja, dan gaan ze gewoon lekker bij opa en oma zijn. En eventjes mama lucht geven, zodat mama even wat dingen kan doen. Zoals kleertjes wassen van de baby en dat soort dingen allemaal. En uitzoeken en nou, dat soort dingen dus, dat ik kan gaan doen. Want ja, ik kom er gewoon bijna niet aan toe. En mijn ouders hebben gezegd van ja, dan passen wij wel gewoon een weekendje op. Dan kun jij die dingen allemaal doen. Dus daar gaan we aan beginnen van het weekend. Maar nu eerst ga ik even fruitje maken voor de kinderen. En zorgen dat de kindjes lekker fruitje hebben. En een schone broek hebben. Want volgens mij heeft Liam ook gepoept. Dus ik ga even gauw aan de gang. Nou, ik weet niet wat ik nog allemaal gefilmd had. Maar ondertussen zijn de kindjes in bed geweest. Of in ieder geval jullie slapen nog. En Liam is al wakker. En ik ben ondertussen een beetje Liam aan het kietelen. Echt waar? Oh. Dan ben je toch een lekker stukje, hè? Dan ben je toch ook een lekker stukje, hè? Mama's veentje, hè? Ja, net als je grote broer is ook mama's veentje. Liam, klappen! Goed zo! Yay! Klappen! Klappen! Wil je nou niet meer klappen? Oké. En waarom doe je nou niet meer klappen dan? Doe je niet meer klappen? En daar heb je geen zin in. Doe je niet meer klappen? Hoe is het? Is dat lekker, tenenkaas? Is dat lekker, tenenkaas? Oké. Ja, maar ik heb gelijk. Nee, ik ben de baas. Ik ben de baas. Mama's baas. Mama is baas. Wel. Een hele goede avond. Niels en ik hebben straks de kindjes weggebracht. Die zijn nou bij mijn ouders. En die slapen daar komende nacht en de nacht erop. Ik ben nu bezig met allemaal kleedjes uitzoeken. Ik heb hier voor de baby al alles liggen. Een hele lijst.
En ik ben nu bezig voor Liam uit te zoeken. Want sommige dingetjes van 74 beginnen te klein te worden. En ja, dat is gewoon zonde. Dus ik ben nu maatje 80 eruit aan het vissen. En ik heb heel veel maatje 80, ook heel veel maatje 92. Dus ik ben alles een beetje aan het uitzoeken. Plus de slaapzakken die hij heeft. Die zijn ook allemaal een beetje te klein aan het worden. En ja. Het is gewoon een beetje frustrerend af en toe aan het worden. Want ik weet dat ik het gewoon heb. En hier heb ik weer een maatje 80. En ik vind het gewoon zonde als ik dingen niet kan gebruiken. En aangezien ik toch drie kindjes dadelijk heb, drie jongetjes, vind ik dat, ja, hè. Ik heb het, dus waarom zou ik het niet gebruiken? Zoals bijvoorbeeld deze lange slaapzak. 8604. Nou, die krijgt hij gewoon aan, want ja, hij zit bijna op maatje 80. Dat is gewoon echt, dat kind dat groeit als kool. Die groeit nog harder als Jordi. Dat moet ik er ook bij zeggen, kindjes met Down groeien over het algemeen langzamer, zeggen ze altijd. Hier weer een t-shirtje wat hij gewoon aan kan. Misschien met een vestje of weet ik veel. Dit is maatje 86, past hij bij lange na nog niet. En dat hoeft ook niet. 86,92, dat hoeft hij ook nog niet aan. Dus ik ben alles eigenlijk een beetje aan het uitzoeken, zodat ik een beetje een beeld heb van wat heb ik en heb ik nog iets nodig. Ik heb denk ik niet veel nodig hoor, maar ja, je wil dat gewoon goed doen. Je wil dat je kind er ook gewoon fatsoenlijk bij loopt. En aangezien ik drie kindjes dadelijk heb, is gewoon nodig. Ik zoek nou ook niet uit van dit gebruik ik wel, dat gebruik ik niet. Nee, ik leg het gewoon weg. Want bij het ene kind past iets wel en bij het andere kind past weer iets niet. Deze is ook bijvoorbeeld leuk. Tante's lieveling. Maar deze past hier nu nog niet. Past hier. Nou, ik denk april zoiets, dat het dan wel, dat hij er dan wel heel erg aan zit. Maar voor nu, het ligt er ook maar net aan hoe hard die groeit natuurlijk, maar dan heb ik het gewoon staan. En ik wil gewoon het uitgezocht hebben. Ik breng de kindjes natuurlijk niet voor niks weg, zodat ik in ieder geval dit soort dingen kan doen. Want ja, hè. Ik heb er overdag gewoon weinig tijd voor. Een hele goede morgen. Kindje hebben hartstikke goed geslapen bij mijn ouders. Ik heb al van alles gedaan. Ik heb was aangezet. Ik heb nog was uitgezocht. Ik heb echt veel gedaan. Ik ga nu heel eventjes eten. En Niels is heel eventjes naar een vriend toe. Want die had nog wat hulp nodig. In verband met verbouwing die hij had en alles. Dus daar is Niels nu even heen. Ik ben lekker thuis, gewoon lekker aan het klooien. Lekker was aan het doen en op aan het ruimen en aan het poetsen. En ja, dat dus. Babykleedjes ook uitwassen natuurlijk. Daar ga ik ook mee beginnen. En ja, dat is waar ik nu mee bezig ben. Dus, en ik weet ook niet echt of daar behoefte aan is dat ik daar iets van film, bij wijze van spreken. Was opvouwen, ja, dat kan iedereen. Ik ben geen waswonder. Ik ben sowieso geen was-opvouwwonder. Dus ja, heeft het wel veel nut om dat te filmen. Laat mij eens weten of jullie daar iets vinden. Want ja, ik sta af en toe echt van, ja, moet ik dit nou filmen? Het is toch saai? Ja, nou dat dus. Maar de kindje hebt hartstikke goed bij opa en oma. Hartstikke goed geslapen ook. En ja, ik ben dus bezig met van alles. In other news. Iets heel anders. Gisteren was ik eten voor de kinderen aan het malen. En toen brak in één keer dit ding af. Het
het ziet er heel vies uit. Ik ga er natuurlijk niet meer afwassen, dan pleur ik daar gewoon weg. Maar ja, dus mijn staafmixer is ook kapot. Maar gelukkig heb ik niet alleen één ding om te gebruiken. Ik heb ook keukenmachine en dat soort dingen allemaal. Dus het is niet zo dat ik zonder iets zit natuurlijk. Maar voor mij wordt de Action toch wel steeds meer een essentiële winkel. Want ik mis toch echt wel een aantal dingetjes die ik daar altijd haal. Dus nou ja, in ieder geval moeten het ermee doen. We kunnen niet anders. Dus maar goed. Ik ga eventjes broodje eten en dan ga ik aan de slag weer. Nou, ik ben boven nog steeds bezig, maar ik moet dadelijk heel eventjes naar een verjaardag toe. Milo, die was van de week jarig. En ja, dat heeft Bianca en Manu natuurlijk. We hebben dat allemaal zo gepland. Dat er toch een aantal belangrijke mensen die voor Milo belangrijk zijn, toch even op bezoek konden komen. Oh, ik heb hier ook aan mijn neus, hier zo aan de binnenkant zo net op. Maar goed, dus daar ga ik zo dadelijk heel eventjes heen, want het manneke staat er echt op te kijken. En ja, tegen een kind kan ik niet zomaar nee zeggen. Dat ligt in mijn aard. Maar wat ik voor het manneke heb. Want hij heeft grotendeels een nieuwe slaapkamer en een nieuw bed. Dus hij wil graag iets van Marvel. En dit is een Glow in the Dark dekbed overtrek. Als het zeg maar overdag is, dan zie je dit. En dan 's nachts zie je de emblemen, zeg maar, zie je Glow in the Dark. En die krijgt hij van ons. En ja, hij is dus gek van Marvel dingetjes. Hij krijgt een lamp van Spider-Man. Dus daar kan hij er ook mee vooruit. Ik heb liever dat ik iets geef wat, ja, waar hij iets aan heeft. Of dat ik bij iets kom waar hij niks mee doet. Even inpakken. Kindjes hebben nog steeds goed bij opa en oma. Ik weet ook niet of opa en oma nu filmen of niet. Dat weet ik echt allemaal niet. Ik heb er eigenlijk ook nog niet eens echt naar gevraagd. Maar ze hebben het gewoon goed. Normaal heb ik al het cadeautje al wel ingepakt staan. Maar ik heb er nou geen tijd voor gehad. Dus. En ik ben ook niet zo super inpakster. Maar ja, ik heb het eruit gepakt. Hè. Dus het hoeft ook niet perfect te zijn, gelukkig. Nou, batterijen zitten erin. Dus het manneke kan weer dadelijk gelijk zijn lampje gebruiken. Oh echt, ik ben zo'n inpakwonder, hè. Ik heb zoveel respect voor al die mensen die voor Sinterklaas of de speelgoedwinkels of zoiets. Kan ik er een snoepje van maken? Dat kan ik niet meer. Dat is ook nog eens een oplossing, hè? Als je niet kan inpakken, maak er gewoon een snoepje van. Hehehe. En dan krijgt hij Mickey, in ieder geval Disney cadeaupapier. En heet hij Marvel spullen voor op zijn slaapkamer. Nou, hoe goed wil je het hebben? Ik ga mij zo even omkleden en dan ga ik eventjes het afgooien. En eventjes manneke feliciteren. Want ja, het is nu niet een verjaardag waar je van zegt van, hey, leuk! Nee, ze hebben het wel allemaal goed georganiseerd hoor. Dus het is niet zo dat dat ze met de regels knoeien of zo. Of niet. Een hele goede middag. Vanochtend zijn we even naar de winkel geweest. Hebben we geontbijt. En ik ben ondertussen was nog steeds aan het wassen en alles. En ik heb Niels nu aan het werk gezet. En die is nu ramen aan het wassen van mij voor de bovenkant. Zodat dat gedaan is.
Ik doe zelf de onderkant. Maar ja, ik kan de bovenkant niet doen. Tenminste, niet goed genoeg. En ik zal eens even kijken wat hij precies aan het doen is. Kijk, hij is hard aan het werk. En ik ben ondertussen hier beneden aan de gang. Ik had van alles had ik van boven naar beneden gedaan wat weg kon. Dus ik ga nu hier eventjes verder aan de gang. Ondertussen mijn was natuurlijk wassen. En straks komen de kindjes alweer thuis. Brengen mijn ouders, brengen ze thuis. Doen het gewoon zoals het moet natuurlijk. Ja, je mag maar één iemand op bezoek hebben. Dus ja, het is niet anders. Wat hebben we allemaal gedaan vandaag, papa? Mijn ramen buiten gewassen. Yep, zoals jullie zagen, want ik had jou gefilmd. En ik heb hier ook nog gepoetst. Niels heeft mij nog even meegeholpen. En nu heb ik alleen nog maar een paar kleine wasjes. Mm-hmm. En dan is alles helemaal klaar hier. En Joep is op de kindjes aan het wachten, hè? Ja, want de kindjes komen eraan. Oh. Opa en oma komen de kindjes terugbrengen, hè? Ja. Kindjes? Ja. Jordi en Liam? Ja, Jordi en Liam. Waar zijn ze? Maar mijn ouders zijn onderweg hierheen. Zullen hier elk moment kunnen komen. Dus ja. Zijn de kindjes dadelijk weer thuis. Toch, papa? Ja. De kindjes zijn inmiddels alweer thuis. Liggen ook alweer in bed. Het was allemaal even druk, druk, druk. Maar alles... jullie krijgen nu een paar filmpjes te zien van hoe het geweest is. Yes. De morgen is weer begonnen. Ja, die heeft nu de fles. En Liam zit al in de box, want die heeft de fles al gehaald. De morgen is weer begonnen. Nou, ze hebben het hartstikke leuk gehad bij opa en oma. En ze liggen nu lekker tussen slapen. Wij gaan ook zo slapen. Wij gaan ook zo slapen en ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.